Het is week 6 in de verbouwingswedstrijd tussen 5 kluskoppels. Vandaag is het niet zomaar een nieuwe dag in de Nierstraat. Het is het begin van een grote oplevering, die van de keuken. Je zou denken dat iedereen ernaar uitkijkt weer eens lekker te kunnen kokkerellen. Alleen is dit jonge dreamteam nog steeds pissed off, na de oorwassing door Dennis. Wij hebben allebei geen zin in deze nieuwe week en ook niet in deze nieuwe oplevering. Ook niet in deze dag. Helemaal niet meer. We hadden sowieso een hele zware week vorige week. Om alles af te krijgen, om alles mooi te maken. En eigenlijk mis je gewoon thuis heel erg mijn zoontje, het normale leven. En als je dan zoiets erbij krijgt, ja, dan heb je dan op het moment gewoon, ja... Dat is dan de druppel die soort van de emmer laat overlopen. Het is niet de boete, überhaupt niet per se. Het gaat meer gewoon om het feit dat wij het niet bewust hebben gedaan. En als je daar dan wel voor afgestraft wordt, dat voelt een beetje vervelend. En het is ook gewoon de moeheid al die ik in ieder geval daarvoor al voelde. Er was natuurlijk al wat frictie ook met de rest allemaal. Dus ik denk ook gewoon het proces dat nu al over de helft is, wat gewoon zijn tol begint te eisen. Alles bij elkaar een beetje. De wekenlange intensieve klusperiode begint her en der zijn tol te eisen. En dan niet alleen wat betreft de sfeer tussen de koppels, maar ook tussen Hans en Famke. Want de rek is er op de tweede helaas al een tijdje uit. Ik weet echt niet hoe die keuken eruit ziet. We gaan met z'n tweeën die keuken plaatsen. En dat is gewoon wat kastjes die al in elkaar zitten. En ja, die moeten we stellen en vastschroeven. En jij blijft me volhouden dat ze hem boven komen brengen. Hebben ze specifiek gezegd. Maar het staat er niet specifiek bij. Want ze zeiden nog, misschien komen we in een hoogwerker om door het raam te doen. Maar dat kan dus niet. Nee, dat kan niet meer. Het wordt in de of in een ruimte hier achter de voordeur geleverd. Het duo dat bijna meer tijd doorbrengt in de auto op en neer naar Friesland dan in het klushuis zijn Daniel en Sanne. Het bereiken van een voltooide oplevering was dan ook een hele prestatie. Dat geeft vertrouwen voor het volgende project, toch? Nee, ik snap hier daar geen reet van. Echt niet. Ik vind het mooi. Heel mooi. En dan kijk je naar de tekeningen en denk je, wat? Is dit allemaal? Niet zo negatief. Sorry. Ik denk dat de planning voor deze week wel even de grootste uitdaging wordt. We moeten weer wanden plaatsen, isoleren, plafond, stukken. Dan even kijken of we eerst de keuken moeten monteren of eerst de vloer gaan leggen. Dus het is even uitzoeken voor ons. Ja, ik heb echt geen idee. We gaan het meemaken. Het wordt een spannende, denk ik. Te midden van al het gedoe in de Nierstraat staat één figuur altijd even fanatiek door te klussen. Soldaat, marinier, klusstijger René. Ja, met geweld een neukje in ezel en een sloopje in het plafond. Ik ben gedeelte van de rachels eruit aan het trekken, omdat we voor de isolatiewaarde en alles hier boven gaan isoleren natuurlijk. Maar de oude planken die gaan we hergebruiken, die zitten eigenlijk best wel heel strak erin. En het scheelt tijd, het scheelt geld en het is, we besparen wat mooie bomen op deze aarde. Dus eigenlijk 3 keer winst, dus super. En daarmee maken René en Jessica kans op de duurzaamheidsprijs van Praxis. Want het koppel dat het meest duurzaam heeft verbouwd, wint aan het eind van het blok maar liefst 5.000 euro. Op de derde verdieping keert Jair terug van het ophalen van materiaal. Maar hij heeft duidelijk geen zin om enthousiast te zijn over de prestatie van Anouk, die voor de door haar gedane arbeid een groot applaus verwacht. Lekker bezig. Zo, nee. Dankjewel. Ik zal nog eens een keer een vloer gaan maken, hoor. Maar jij riep mij? Ja, ik wou laten zien. Ik was trots als ik deze vloer heb gemaakt voor de helft. Ja, ziet er goed uit. Helemaal niet. Te controleren, te kijken. Ja, het moet wel goed gebeuren. Kijk, ik moet wel een paar keer aangeslagen worden. Ja, dat doe ik wel. Dat ziet er goed uit. Maar echt fijn dat je met die positieve energie hier binnenkomt. Dat had ik echt nodig. Nou, ik was wel een beetje chagrijnig vanochtend. Ja, jij was wel chagrijnig. Ja, gewoon de hele situatie van gisteren en alles, daar ben ik het gewoon niet mee eens. En dat heeft denk ik een beetje invloed op mij in de status waar ik nu verkeer. Nou, kan je alsjeblieft positieve energie hebben, want ik heb er gewoon echt heel weinig zin in eigenlijk. Oh, oké. Dus dat heeft niks met jou te maken.
Nee, maar ja, je beïnvloedt mij er wel mee dan. Dus we kunnen het toch gewoon met elkaar gewoon leuk hebben. Ik zal mijn best doen. Huh? Ik zal mijn best doen. Oké. Okay. Eenmaal per oplevering krijgen de klussers de kans om hulp in te schakelen vanuit de eigen kring. Een kans die nu volop wordt benut door René en Jessica. Zij hebben vandaag niet één, maar twee superhandige vrienden aan het front uitgenodigd. Ik probeer een soort van opzicht te helpen. Ik vind het altijd heel erg leuk als de familie komt. Of het nou van zijn kant of van mijn kant is, maakt niet uit. Maar vanmorgen werd ik wakker en toen dacht ik, oh leuk, Wim en Erik komen vandaag. Ja, dat is toch weer even andere gezichten op het, in de bouw, zeg maar. En, nieuwe energie. Nieuwe energie, gezellig. Je kan een flinke slag maken. Ja, is helemaal leuk. Hey! Nee, maar hier kan het, Jess. Daar niet. Hij buigt zo om, echt. Voor de rest doe ik bij jou niks meer. Je hebt helemaal gelijk. Maar kijk, vanaf hier kun je hem gewoon nog een beetje... Oh! De regent schroevendraaiers. Zo, zie je dat beetje hoe ver dat hier het houdt? Ja, als dat op je hoofd was geweest... Maar nee, ja, je voet! Je voet! Zelfs de kind oud. De balans tussen het ouderschap en dit grote verbouwproject is voor meer ouders een uitdaging. Daarom staat ook Jair deze ochtend nog even alleen te werken... voordat hij afreist naar Anouk, die al in het hoge noorden is. Ze heeft een extra dagje vrijgenomen van het blok om op te laden... en tijd door te brengen met haar 10-jarige zoontje Kian. Ja, Anouk is wel echt een moeder die zeg maar alles voor de kind wil. Ze is wel echt... alles wat ze doet, staat in het teken van een kind. De eerste verdieping is zoals altijd koploper... en de keukenboer staat dan ook al vroeg op de stoep met de keuze van René en Jessica. Maar zo vroeg op de dag had René hem nou ook weer niet verwacht. Er stond een verrassing op de stoep vanmorgen. Ik geloof dat het 19:30 was of zo. Stond de keukenboer op de stoep. Hier heb ik een beetje van 14:30 van de middag verwacht. Het kan in ieder geval heel lastig verlicht worden. We hadden eigenlijk verwacht dat hij via de trap alle kasten naar boven zouden komen. Dus we hadden de eerste kamer vrijgemaakt voor de spullen. Maar bij nader inzien wilden ze het via de lift doen. Maar er stond een stijger voor. Dus dat gaf wat problemen. Ik ga er niet vanuit dat die stijgers deze week al weg moeten. Is Kaam coming? Or, nee. You are the boss today? Ja. Okay. Onze Turkse klusjesmannen zijn er weer met z'n drieën. En onze schilder is er. Dus met z'n vier extra 8 handen. Doe hier de wall. 1 centimeter. En dan de wall, isolation, wood, G-block. En de wall is like till here. Dat is zo. There, a little bit isolation, and then and now I think first coffee. Buiten staat de keukenboer nog steeds te bedenken hoe die keuken in Jezus naam naar binnen moet. René aanschouwt het tafereel met grote zorgen, want het laatste dat hij wil is dat de keuken retour gaat naar het magazijn. Ik ben wel bij, maar ja, dan voor één moet die hele loopband moeten blagen. Dat gedeelte wat voor het raam zit, moet ik dan af.